Er is bewustwording nodig rond het hoge cijfer bij moeder- en kindersterfte. De Stichting Baby Mamas Club heeft in dit kader afgelopen zaterdag een openbare babyshower en zwangerschapsbeurs georganiseerd in Ballroom Prins. Met de zwangerschapsbeurs en openbare babyshower hoopt Sharon Crawford, voorzitter van de Stichting Baby Mamas Club, dat het hoge sterftecijfer bij moeder en kind teruggebracht kan worden. Ze geeft aan dat Suriname zich in de top 5 binnen de CARICOM bevindt als het aankomt op hoge moeder- en kindsterfte. Deze beurs had ook tot doel om voornamelijk jonge en aanstaande ouders te stimuleren tot verantwoord ouderschap. Op de beurs kon de doelgroep terecht voor informatie vanaf het begin van de zwangerschap tot de geboorte bij de diverse dienstverleners, bedrijven en ondernemers. Crawford ziet de medische zorg als een onmisbare schakel bij de begeleiding van een zwangerschap. We kunnen die schakel niet overslaan en daarom wil ik dus vooral jonge vrouwen en vrouwen die weer eens in de verwachting zijn aanmoedigen om, als ze weten van dat ze zwanger zijn, langs te gaan op een medisch meldpunt om zich te laten onderzoeken, om te kijken in welke stadia de zwangerschap verkeert, zodat ze dus ergens bekend staan. Weet u, dus dat, zo, dat wanneer ze uiteindelijk moeten bevallen, dat men een voorgeschiedenis van ze heeft en weten hoe ze dat moeten begeleiden. Deze zwangerschapsbeurs leende zich ook voor kennisdeling over traditionele gebruiken voor, tijdens en na de zwangerschap. De medische zorg was er dus ook om de nodige informatie te delen met personen die een kinderwens hebben.